Welkom allemaal, beste mensen. Fijn dat u gekomen bent naar deze avond. Het jaarlijks terugkerend symposium. Ik wil eerst God om zegen vragen over deze avond. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Vader in de hemel. Op zoveel wijze willen wij elkaar, maar ook u ontmoeten. In kerken, in liturgie, in gespreksgroepen. Maar bovenal ook in daden van barmhartigheid en dienstbaarheid, in zorg voor elkaar. Goede God, en de zorg voor de mensen die stervende zijn, is ook een grote taak die wij van u gekregen hebben. Dat we goed zijn voor de mensen die zo kwetsbaar zijn en het leven moeten loslaten. En daarom zijn we ook vanavond hier bij elkaar, om elkaar, maar ook u te ontmoeten, om u toe te zingen met liederen, om te luisteren naar getuigenissen van twee mensen die ook zo dicht bij het leven staan, maar ook bij de grens van het leven. Goede God, wilt u daarom ook deze avond zegenen? Dat vragen wij u ootmoedig. Wilt u met ons zijn? En geef dat ook wij vanavond door de kracht van de Heilige Geest ons verbonden weten met elkaar en met u. En dragers mogen zijn en zelfs uitdragers mogen zijn van het evangelie. How great thou art.
gaan zo luisteren naar de lezing over het thema door Sascha Lefeber van manager van het hospice Nieuwkoop en Alphen aan de Rijn. Goedenavond. In de introductie over wie ik ben, voordat ik manager werd van de hospicegroep, staat dat ik menig jaren in ziekenhuizen heb gewerkt op de afdeling verloskunde en gynaecologie. Dat klinkt misschien een beetje raar in de ogen dat ik dan nu voor het hospice sta te praten. En ik wil u een beetje meenemen in hoe ik daar dan terecht ben gekomen. Ik heb heel veel mensen begeleid aan het begin van het leven. En ik ben dus nu overgestapt naar de ondersteuning van mensen aan het einde van hun leven. Maar voor mij voelt dat eigenlijk helemaal niet zo ver uit elkaar. Omdat iedere geboorte is uniek. En voor een ouder is een geboorte een heel een onvergetelijke manier. Vindt dat plaats. En je rol als zorgverlener is dat je ouders wilt begeleiden bij dit proces. En je hoopt dat ze er goed op terug kunnen kijken. Ook al is een bevalling niet altijd een feestje. En hier is de parallel met de zorg die wij in een hospice bieden. Ook sterven is een uniek proces. En als zorgverleners willen we de gast in het stervensproces zo goed mogelijk begeleiden. Met oog voor wat we voor de gast belangrijk vinden en met het oog voor de familieleden die om hen heen staan. Goede, warme zorg, afgestemd op de wensen en de behoeften van de gast en zijn familie. En dat is dan weer helpend om afscheid te nemen en het is belangrijk voor het verwerkingsproces na het overlijden. Dus voor mij is het verschil tussen de zorg voor het begin en het einde van het leven dus helemaal niet zo groot. Het gaat namelijk om warme, aandachtige zorg en het moet in één keer goed. Want geboren worden en sterven doen we maar één keer in ons leven. Toen ik als verpleegkundige werkte, merkte ik hoe belangrijk het is om goed naar patiënten te luisteren en hun vragen serieus te nemen. Vaak waren vragen klein, maar door even de tijd te nemen, kon ik veel voor hen betekenen. Het raakte me hoe oprechte aandacht niet alleen de patiënt goed deed, maar ook mijzelf. Ondanks de drukte op de werkvloer zag ik dat patiënten die echt gehoord werden, meer rust vonden en minder vaak om hulp vroegen. Ze voelden zich gezien en dat maakte mijn werk lichter en waardevoller. Het zorgconcept Plaintree, dat draait om zorg met oprechte aandacht voor de mens, was voor mij een verrijking. Het gaf mij de ruimte om te kijken naar de behoeften van de mens, achter de patiënt, in plaats van alleen te focussen op wat goed is voor een organisatie. Dit concept benadrukt zowel patiënten als medewerkers belangrijk zijn. Het gaat erom te luisteren, te leren en te kijken naar wat voor iemand echt belangrijk is, hoe klein dat soms ook lijkt. Helaas verdwijnen deze inzichten in onze maatschappij soms snel naar de achtergrond, maar het zorgconcept heeft voor mijn blik op zorg blijvend veranderd. Oprechte belangstelling voor mensen is voor mij essentieel en dat heeft me uiteindelijk naar de hospicegroep geleid. Hier vond ik een plek waar zorg draait om oprechte aandacht voor de lijdende, stervende mens. Samen met gemotiveerde vrijwilligers luisteren we naar wat er echt toe doet voor onze gasten in de laatste levensfase. Dit werk past me als een jas. Ik kan de zorg bieden waarvan ik geloof dat die mensen goed doet. Tijd voor een praatje, zorg op maat en vooral tijd en aandacht zonder haast. Eeuwenlang werd er zorg voor zieken en kwetsbaren gedragen door de kerken, die het als hun taak zagen om goed te zijn voor zieken. De 7 werken van barmhartigheid klinken u misschien herkenbaar in de oren. Zorg voor de zieken en zorg voor de stervende. Het was zorg vanuit het hart, vanuit de motivatie om iets voor een ander te betekenen. Hoewel die zorg tegenwoordig vaak door ziekenhuizen wordt overgenomen, geloven wij dat juist in een hospice die warme, menselijke zorg nog steeds een goede plek heeft. In het hospice gaat het vaak om de kleine dingen die een groot verschil maken.
Wij voegen leven toe aan de dagen. In onze samenleving wordt de dood vaak weggestopt, alsof we er liever niet mee worden geconfronteerd. We richten ons op het leven, op vooruitgang, en vergeten soms dat de dood onlosmakelijk verbonden is met het leven. Dat is waarom ik denk dat de komst van een hospice bij mensen in hun buurt op weerstand kan stuiten. De dood houden we liever op afstand. Door de dood een plek te geven, leren we het leven juist meer waarderen. Het herinnert ons eraan hoe kostbaar en kwetsbaar het leven is en helpt ons te beseffen wat echt belangrijk is. Zorg voor elkaar, verbinding en het vinden van betekenis in de tijd die we hebben. In het verleden was de dood meer zichtbaar en werd deze samen in de gemeenschap beleefd. Tegenwoordig gebeurt dat vaak in stilte, achter gesloten deuren. En dit zorgt soms voor afstand, zowel voor de stervende als voor ons eigen besef van sterfelijkheid. Door de dood weer toe te laten in ons leven, kunnen we er troost, begrip en zelfs inspiratie uithalen. Het hospice biedt die ruimte om de dood te omarmen als een deel van het leven, waar afscheid nemen en rouwen hand in hand gaan met liefdevolle herinneringen. Een hospice voegt veel waarde toe aan onze samenleving. Het is een plek waar zorg en liefde samenkomen in de meest kwetsbare fase van het leven. Hier staat waardigheid centraal, niet alleen voor de gasten, maar ook voor hun naasten. Het hospice biedt de mogelijkheid om een rustige en respectvolle manier afscheid te nemen, waarbij er ruimte is voor rouw en dankbaarheid. Het herstelt waardigheid in het sterven en creëert ruimte voor gezamenlijk rouwen en liefdevolle ondersteuning. Voor mensen in hun laatste levensfase biedt een hospice een plek waar tot het einde toe geleefd wordt. Vrijwilligers en zorgverleners staan zonder oordeel klaar en de persoonlijke aandacht voor de gast staat altijd voorop. Het is een plek van vrede en waardigheid, waar niet alleen medische, maar ook emotionele en spirituele zorg wordt geboden. Hier mogen mensen hun eigen tempo bepalen en kunnen ze omringd door zorg en mededogen in alle rust afscheid nemen. Zorg met open ogen, op de gast afgestelde oren en een warm hart. Dat zijn de ingrediënten voor de aandacht die ieder mens in moeilijke momenten van het leven nodig heeft en die door onze medewerkers en vrijwilligers geboden wordt. En het wordt mooi verwoord in een vrije interpretatie van een gedicht van Marinus van den Berg. Gelukkig is de mens die vanaf het begin tot aan het einde handen mag voelen die goed doen. De hand die met aandacht wast. De hand die met zorg aankleedt. De hand die met liefde kampt. De hand die met tact aanraakt. De hand die met het hart troost. Geen mens kan leven zonder die hand die teder is, die behoedt, die beschermt en bemoediging uitstraalt. Tot het einde toe verlangt de mens naar die hand. Tot die tijd kunnen wij met onze handen en voeten de liefde geven die onmisbaar is. Het is ongelooflijk bijzonder en dankbaar werk om met onze gasten en hun naasten mee te mogen lopen in het allerlaatste stukje van hun leven. Ja, en dan wie zijn wij? De hospicegroep. Alphen aan de Rijn Nieuwkoop, zoals wij officieel heten, maar begonnen in Nieuwkoop 35 jaar geleden. Wij bieden als vrijwilligersorganisatie aanvullende ondersteuning in de laatste levensfase. Bij mensen thuis of in een van onze woningen. En de huiselijke sfeer en de persoonlijke aandacht zijn onze grootste kracht. Met persoonlijke aandacht geven wij mensen letterlijk en figuurlijk de ruimte om afscheid te nemen in een vertrouwde omgeving en op een manier die bij hen past. En wij bieden ook ondersteuning van vrijwilligers bij mensen thuis. Dat willen we nog wel eens vergeten met die twee mooie woningen, maar dat doen wij ook. En dan proberen wij er voor de zieken te zijn, maar ook voor de mantelzorgers, die het in die laatste fase van hun geliefde ook heel zwaar hebben. In onze woning in Alphen aan de Rijn in Nieuwkoop
bieden we met goede opgeleide vrijwilligers, samen met de verpleegkundigen, liefdevolle zorg en aandacht aan onze gasten en hun naasten. In Alphen hebben wij plaats voor 6 gasten en in Nieuwkoop 2. En wij ondersteunen mensen in de laatste 3 maanden van hun leven. En mensen kunnen zelf een aanvraag bij ons doen, maar ziekenhuizen, huisartsen of palliatief verpleegkundigen doen dat ook. Wij gaan op kennismakingsgesprek en zullen observeren en uitvragen hoe het met iemand gaat en welke zorg er nodig is. En dan beoordelen wij of we deze zorg kunnen bieden. En in overleg met de huisarts kunnen wij dan iemand opnemen. Wij zullen altijd met de gast of de familie bespreken wat het beste moment daarvoor is. De volgende dag of indien gewenst, direct. Vaak gebeurt dit met de ambulance, maar mensen kunnen ook gebracht worden met de auto van familie. Vanaf het moment van arriveren horen wij vaak terug dat er zo'n fijne sfeer is in het hospice en dat de zorg van hun schouders glijdt. Dat is nou precies waarvoor dat wij wensen voor mensen. Ontzorgen van familie en comfort en aandacht voor de gast. Verpleegkundigen van Activiet nemen de verpleegkundige zorg uit handen en de medische zorg blijft in handen van de eigen huisarts. Zo'n eerste dag is wennen. Landen noemen wij dat. De realisatie dat dit werkelijk het laatste station voor mensen is, maakt verdrietig. Maar er is ook opluchting dat de zorg goed geregeld is. Dat moeder geen enkel moment meer alleen hoeft te zijn. En er altijd een vrijwilliger is die kan gaan kijken of bij haar kan gaan zitten. Aan het einde van de dag polsen we waar iemand behoefte aan heeft. De warme maaltijd die vers gekookt wordt door de kookvrijwilligers, op de eigen kamer nuttigen of aan tafel eten in de gezamenlijke huiskamer. Sommige mensen zie je juist in hun eigen cocon gaan, anderen staan nog open voor contact met lotgenoten. Ja, want dat zijn ze tenslotte. We zien in deze huiskamer mooie momenten en gesprekken ontstaan tussen gasten en vrijwilligers. Er zijn geen bezoektijden, dus iedereen is welkom als de gast dat wil. Ook proberen we te horen of er nog onvervulde wensen zijn die we mogelijk in vervulling kunnen laten gaan. Denk dan niet aan hele grote dingen, maar bijvoorbeeld nog 1 keer naar de strand met de wensambulance. Of gaan kijken bij het nieuwe huis van een zoon. Of een dansvoorstelling bijwonen van een kleinkind. Of een gezamenlijke maaltijd met het complete gezin. Als het slechter gaat met iemand, gaan we proberen om met alle zorg en aandacht voor de gast en daarnaast er te zijn. Af te stemmen wat de behoefte is. Voor te bereiden op wat komen gaat. En familie is altijd welkom. Kan blijven slapen. Kan blijven waken. En als dan de tijd gekomen is dat iemand overlijdt, proberen wij ook dan tijd in te bouwen voor rust en aandacht. Zodat men terug kan kijken op een fijne periode in ons hospice. Als iemand het hospice verlaat, vormen alle vrijwilligers en medewerkers een erehaag in onze hal, waardoor we iemand laten gaan. De vrijwilligers lezen een gedicht, de coördinator spreekt een woordje en bedankt de familie voor het vertrouwen in het hospice. Dan laten we iemand gaan en begeleidt de familie de kist naar de auto, waar we in stilte de auto nakijken totdat de auto de straat uit is. Een uitgeleide noemen we dat. Na 6 weken bellen wij de familie hoe het met hen gaat en of er nog iets nodig is. Na ongeveer 1 jaar nodigen we hen uit voor een herdenkingsbijeenkomst, waarin de naam van hun geliefde nog 1 keer genoemd wordt. Wij, vrijwilligers, coördinatoren en verpleegkundigen, zorgen met veel liefde en aandacht voor onze gasten. Dat is onze bedoeling, onze missie. Als u nu denkt, nou dat zou ik wel eens met eigen ogen willen gaan bekijken. Morgen hebben we een open dag van 1 tot 4 en bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen in ons hospice aan de Fleurstraat of in de Lupine Single in Alphen aan de Rijn. Nog even praktisch, waarom hebben we dat geld nodig waarvoor er gecollecteerd wordt bij de PCI? Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die grotendeels afhankelijk is van giften en donaties. En de medewerkers die in dienst zijn worden betaald uit een subsidie voor palliatieve zorg van VWS. Dat bedrag wordt ieder jaar gebaseerd op het aantal mensen dat wij ondersteunen.
Wij willen graag een nieuw huis gaan bouwen in de gemeente Nieuwkoop of in de omliggende kernen. En onze huidige locatie is al meer dan 35 jaar oud. En we lopen tegen een aantal praktische zaken aan als een verduurzamingsvraagstuk. Want we hebben nu wel een heel hoog energieverbruik. En dit kunnen we natuurlijk verlagen door te isoleren. Ook willen we graag verduurzamen, dus aanschaf van zonnepanelen en een warmtepomp. Maar de vraag was, doen we dat in deze grote investering in dit huis of gaan we op zoek naar een nieuwe plek? Want als je beter gaat kijken, dan zijn er dingen die moderner kunnen, passender bij deze tijd. Zoals voor iedere gast een eigen sanitair. Maar ook meer arbo-ondersteuning voor onze vrijwilligers. Bijvoorbeeld ruimte voor een poospoeler. Als vanzelfsprekend blijkt ons grootste speerpunt gasten en hun dierbaren ontvangen in een huiselijke sfeer, waar zij goede zorg ontvangen die door onze vrijwilligers wordt gegeven. Maar om deze nieuwe woning te realiseren is er natuurlijk heel veel geld nodig. Niet alleen voor de woning zelf, maar ook natuurlijk voor de inrichting van de woning. Met de nodige medische hulpmiddelen om het comfort van onze gasten zoveel mogelijk te ondersteunen. Wij geloven dat het met onder andere uw steun gaat lukken. We willen een mooie nieuwe hospicewoning realiseren. Op dit moment hebben wij nog geen passende locatie gevonden. We hopen dat u met ons mee wilt denken. En daarom vraag ik u, mocht u iets weten, een kavel of een pand dat verbouwd kan worden, wij horen het heel graag. Neemt u gerust contact met ons op of spreek mij later aan. U begrijpt dat ik de collecte warm bij u kan aanbevelen. En ik dank u wel voor uw aandacht. Hierbij aan Peter gaan zingen, een bekende tekst, Psalm 23. De Heer is mijn herder en waar ik ook ben, langs groene weiden of door donkere doodse dalen, Hij is aanwezig. He's my shepherd, I'll not want. He makes me lie in pastures green. He leads me by the still waters. His goodness restores my soul. Guides my ways in righteousness, and He anoints my head with oil, and my cup it overflows with joy. I feast on His pure delight. Your beauty and love pursue me, Lord, all the days of my life, all the days of my life. I live in the house of my God all my days, for the rest of my life, forevermore. And though I walk the darkest path, will not fear the evil one, for You are with me, and Your rod and staff are the comforts I need to know. Your beauty and love pursue me, Lord, all the days of my life. Of my life, I live in the house of my God all my days, for the rest of my life, forevermore. And I will trust in You alone, and I will trust in You. Your endless mercy follows.
shows me your goodness will lead me home. For your endless mercy follows me, your goodness will lead me home. Your beauty and love pursue me, Lord, all the days of my life, all the days of my life. I live in the house of my God all my days, for the rest of my life, forevermore. Your beauty and love pursue me, Lord, all the days of my life, all the days of my life. I live in the house of my God all my days, for the rest of my life, forevermore. Ik wil graag het woord geven en de microfoon geven aan Robert-Jan van Duin, theoloog en ook nog burgemeester van Nieuwkoop. Welkom. Duin en Daal in Bloemendaal. Het is een triest verhaal. In een luxe villawijk ligt daar verscholen in het groen een symbool van egoïsme en je reinste onfatsoen. Dames en heren, u heeft het vast wel meegekregen, de komst van een hospice naar het mooie dorp Bloemendaal en de heisa, die dat, kunnen we wel zeggen, die dat opleverde. Enkele bewoners van de villa-wijk, waar het hospice zou komen, keerden zich tegen deze ontwikkeling. Een casus die het landelijke nieuws haalde en waar iedereen die het las of die het hoorde, denk ik ook wel iets van vond of vindt. De gemeente Bloemendaal besloot door al deze ophef om twee avonden te organiseren, waar verschillende sprekers lezingen gaven over het thema de dood, over het thema hospice. En ik begon zojuist met een aantal regels die een hele groep inwoners van Bloemendaal op die avonden voor de deur van het gemeentehuis, volgens mij, want daar was het, zong. Ze hadden een protestlied geschreven. Die avonden waren overigens heel goed bezocht. U ziet het, u merkt het. De dood is en blijft een thema dat mensen bezighoudt. Al sinds ons bestaan, denk ik. Als de dood omarmd mag worden, is het thema waar u vanavond, heb ik opgeschreven, met elkaar over in gesprek gaat. Ik neem aan dat we dat ook nog gaan doen, toch? En mij is gevraagd door André om daar iets aan bij te dragen. Nou, het is net al genoemd. Mijn naam is Robert-Jan van Duin. Ik ben burgemeester van de mooie gemeente Nieuwkoop. Inmiddels alweer bijna 5 jaar. En inderdaad, toen ik begon, ben ik de eerste 2 jaar de jongste burgemeester van Nederland geweest. Dat is hartstikke leuk om te mogen zijn. Dan krijg je een rode lantaarn, want dan ben je de rode lantaarndrager van het burgemeesterskorps. Die heb ik daarna weer door mogen geven aan de burgemeester van Woudenberg. Die heeft hem ook weer doorgegeven en diegene heeft hem dus inmiddels ook alweer doorgegeven. Dus gelukkig, dat gaat ook maar door. Ik kom oorspronkelijk uit de gemeente Aalsmeer, bijna de buurgemeente. Dus ik zit op een plek waar ik wel zou kunnen zeggen dat ik in zekere zin ben opgegroeid. En toen ik hier solliciteerde om burgemeester te worden, want ja, je moet gewoon solliciteren. En nee, je wordt niet door een partij ergens neergezet. Toen dat maar weer duidelijk hebben. Maar toen ik solliciteerde, toen zei ik ook tegen de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad, ik wil niet per se burgemeester worden, maar ik wil wel per se burgemeester van Nieuwkoop worden. En dat zei ik niet om te slijmen, al heeft het denk ik wel geholpen, want ik ben het geworden. Maar dat meende ik ook echt zo, want dat wilde ik heel graag. En als het dat niet had geworden, had ik het jammer gevonden, maar dan had ik niet zomaar op elke gemeente gaan solliciteren. Omdat ik
het idee had dat ik hier goed pas. En ik had ook het idee dat Nieuwkoop goed bij mij past. En nou ja, dat kun je nooit helemaal van tevoren weten, maar in die 5 jaar heb ik wel gemerkt dat ik het ontzettend naar mijn zin heb en dat ik me ook heel erg thuis voel hier. En dat voel ik me trouwens hier, hier vanavond ook. Ik ben zo'n paar keer genoemd, ik heb theologie gestudeerd. Ik ben opgegroeid in de protestantse kerk, maar ik voel me altijd toch wel heel erg thuis ook in een katholieke kerk. En ik weet nog niet, ik zat er net nog over na te denken, wat is dat dan precies? Misschien ook wel de geur, want ik word altijd een soort rustig, ook wel van die wierookgeur en van alles wat je kunt zien. Ik word soms wat onrustig van de rituelen en gebruiken die ik soms niet helemaal ken en doorgrond. Maar toch voel ik me er wel thuis. Ik ben ooit theologie gaan studeren omdat ik heel veel vragen had. Eigenlijk over van alles. Over het leven, over de dood, over het leven na dit leven. Ik heb ook heel vaak dominees gezien en dan zat ik in de kerk. En dat is misschien ook helemaal niet zo aardig om te zeggen, maar dan dacht ik, ja, dat kan ik beter. Niet bij jou hoor, trouwens. Maar ik vind dan, als je dat denkt, dan moet je er ook iets mee doen. Dus zo ben ik theologie gaan studeren. En uiteindelijk ben ik dus in een heel ander ambt terechtgekomen. Maar wel ook een ambt. En ik ben opgeleid voor het ambt van predikant. En ik mag nu het ambt van burgemeester vervullen. En dan zeggen mensen vaak, oh ja, dat is wel heel wat anders. Maar zo zie ik dat niet. Ik vind dat het heel erg op elkaar lijkt. En ik vat dat eigenlijk altijd samen in wat voor mij de belangrijkste overeenkomst is. En namelijk dat ik in allebei die ambten iets mag vertegenwoordigen wat groter is dan mijzelf. En dat mag ik wanneer ik voorga in een kerkdienst, dat doe ik nog steeds af en toe. Maar dat mag ik ook als burgemeester. En wanneer ik dat ambtsketen omdoe, besef ik mij dat altijd heel erg. En ik besef mij dat ook op de momenten dat ik in levens kom van mensen, op hele intieme momenten. Dus ik ben er, dat staat vaak in de krantjes, hè. De mensen zeggen wel eens, je eet een hoop gebak. Dat sla ik tegenwoordig af, want ik wil nog in mijn pak kunnen. Maar ik kom op hele feestelijke momenten in het leven van mensen, maar ik kom soms ook op hele trieste en verdrietige momenten. En dat wordt altijd ontzettend gewaardeerd dat ik er dan ben. En ik besef mij ook altijd heel goed dat dat niet per se is omdat Robert-Jan van Duin daar komt. En omdat ze dan denken dat is fijn en dat is een leuke vent. Het is vooral ook omdat de burgemeester daar komt. En om hetgeen ik mag vertegenwoordigen. En ik vind dat altijd wel een mooi besef, omdat mij dat aan de ene kant heel nuchter houdt. En met beide benen op de grond zet. En aan de andere kant vind ik het ook heel mooi om te beseffen dat ik in een hele grote traditie sta. Nou, vanavond ben ik gevraagd dus om bij dit thema iets te vertellen. En André zei net, ja, dat, vooral ook als theoloog. Ik heb nog even teruggekeken wat je me precies hebt gevraagd. Dat was volgens mij wel iets minder stevig als theoloog. Je zei trouwens ook nog een paar weken geleden tegen mij, we maken nog even een afspraak om het voor te bespreken. Geeft niet, hebben we niet gedaan. Dus als het te lang is, of als je denkt, het raakt niet helemaal hetgeen waar we het over moeten hebben, breek gewoon in. Het is geen preek, dus voel je vrij. Je vroeg mij, toen je mij uitnodigde hiervoor, ook om misschien iets te vertellen over mijn eigen ervaringen met de dood. Dat wil ik wel doen. Ik zal ze niet al te persoonlijk maken, want de ervaringen die ik gewoon zelf heb met dierbaren en de dood, die gaan, vind ik, alleen mij aan. Dus dat hou ik graag ook zo. Maar ik heb ook wel ervaringen die op een andere manier in mijn leven zijn gekomen. En daar wil ik ook wel graag een paar van delen. Zo heb ik tijdens mijn predikantsmaster stage mogen lopen. Vicariaatstage heet dat met een mooi woord. In Gouda. Daar mocht ik een jaar lang eigenlijk in een kerkelijke gemeente meelopen. En daar ook bijna alles doen wat de dominee daar ook deed. En zo heb ik heel veel pastoraatsgesprekken gevoerd. Maar ik vergeet nooit meer, en dat is echt iets wat mij ontzettend is bijgebleven en wat me ook in de rest van mijn leven nog wel eens heeft geholpen en waar ik ook nog echt wel aan denk.
Ik was denk ik een week of twee bezig. En toen overleed er een man uit onze kerk daar. Een jonge man. Ik denk dat hij half in de 30 was. Misschien begin 30. 3 jonge kinderen. Een vrouw op zijn werk. Zijn hart stopte ermee. En van het ene op het andere moment was hij er niet meer. En ik zou met mijn dominee, mijn begeleider, daar naartoe gaan, naar dat gezin. En ik heb nog nooit zoveel lood in mijn schoenen gehad, denk ik, als dat moment. En ik vond het zo moeilijk om daar naartoe te gaan. Ik dacht, wat ga ik daar doen? Wat ga ik daar nou vertellen? Wat nou als die vrouw, die weduwe dus, aan mij vraagt, ja, hoe kan dat nou eigenlijk? Wat is hier nou de bedoeling van? Wat is hier nou Gods plan? Ja, ik had geen idee. Ik had echt geen idee. Maar ik ging daar naartoe en ik merkte daar dat ik een totaal verkeerd beeld had van wat ik daar zou moeten brengen. Want alleen al door er te zijn, deed ik eigenlijk meer dan genoeg. En dat zag ik ook bij de dominee die bij me begeleidde. Die was daar gewoon. Die luisterde. Die huilde zelfs mee. Die sloeg een arm om iemand heen. Die zat bij mensen. En dat was voldoende. En ik vond dat een heel mooi besef. Omdat ik soms, en dat merk ik nog steeds wel eens bij mezelf, soms wil je veel meer dan dat je eigenlijk hoeft te brengen. En dat is voor mij een hele bijzondere ervaring geweest. En ik heb zo tijdens die stage er nog veel meer meegemaakt. Ook met mensen bij wie ik kwam, van wie ik wist dat ze gingen sterven. En zij wisten dat zelf ook. En hoe neem je dan afscheid van elkaar? Wat zeg je dan? Ja, dat heb ik daar ook allemaal moeten ervaren en moeten proberen. En ik weet wel dat de eerste keer dat ik zo'n gesprek voerde, dat ik daarna eerst wel een kwartiertje in de auto heb zitten huilen. Ja. En de keer daarna gaat dat weer makkelijker. En ik probeer altijd maar bij mezelf ook te bedenken. Ik hoop ook maar dat het me altijd dat soort dingen ook nog blijven raken. En dat ik daar ook nog verdrietig over blijf. Want als ik dat niet ben, is het ook niet goed. Dames en heren, kent u de Haagse cabaretier Harry Jekkers? Daar ben ik zelf groot fan van. En Harry Jekkers die praat in zijn conferences ook regelmatig over de dood. En die heeft daar ook een paar hele mooie liedjes over geschreven. En met hem zeg ik trouwens vanavond wel dat we het onderwerp de dood ook weer niet te zwaar moeten maken. Want zoals Harry Jekkers dan altijd zegt, doodgaan beste mensen, dat is wel het laatste wat ik doe. Dat mag wel, hè. De dood is altijd een mysterie geweest. En ook wel een soort taboe. Praten over de dood, maar liever niet. Het levert ook nog wel eens gedoe op, hè? Want zullen mensen het ooit eens worden over wat er nu eigenlijk is na de dood? Hemel? Hel? Niets? Iets? Ik las laatst nog hiernamaals of hier numaals. Kan allemaal. René Gude, filosoof, denker des vaderlands, zelf alweer in 2015 overleden, die omschreef het ooit, vind ik, op een mooie manier. Die zei, toen hij wist dat hij zou komen te overlijden, ik vind het zo jammer dat ik weg moet. En ik vind dat mooi, omdat dat volgens mij ook wel is wat het is, hè, voor ons. Sterven is ook vooral weggaan. Het is een keiharde grens in ons menselijk leven. Een keiharde grens, zeg ik er ook bij, waar we volgens mij steeds minder goed mee om kunnen gaan. Of steeds slechter, misschien wel. Ik formuleer altijd positief, merk ik. In haar boek De Kunst van het Sterven laat Amerikaanse schrijfster Katie Butler zien hoe het sterven eigenlijk buiten het gewone leven terecht is gekomen. Zei je net ook al zo mooi. Het sterven is buiten het gewone leven terecht gekomen. En zij geeft daarbij aan, dat heeft twee redenen. Allereerst, we leven langer dan ooit tevoren. Dus we schuiven de dood simpelweg steeds verder voor ons uit. En terwijl vorige generaties, en dat is eigenlijk
bijna altijd zo geweest, hè, voortdurend te maken hadden met het sterven. Het sterven van kinderen. Het sterven van mensen in de kracht van hun leven. Het sterven ook van ouderen. Daar hadden ze voortdurend mee te maken. Dat was onderdeel van het leven. De dood hoort erbij. Daar leer je mee om te gaan. Daar leer je mee te leven. Ten tweede is de dood ook wel gemedicaliseerd, zou ik zeggen. Dus de meeste mensen sterven tegenwoordig buitenshuis. In een ziekenhuis of in een instelling, in een hospice. En de dood is daarmee in zekere zin ook een beetje over de rand van ons dagelijks leven heen geduwd. En dit is dus in onze tijd ook echt wel een enorm verschil met al die eeuwen voor ons. Ook met die traditie waar we misschien in staan. En ik zou hier nu allerlei Bijbelse citaten aan kunnen halen of beroemde theologen of kerkvaders kunnen citeren. Maar dat ga ik toch maar niet doen. En dat ga ik niet doen omdat die oude wijze lessen of die Bijbelse woorden omtrent de dood zijn geschreven in een tijd waarin de dood heel anders was. Veel minder medisch en technisch gereguleerd. Zoals dat bij ons vandaag de dag wel het geval is. En die Bijbelse teksten die komen uit een tijd waarin de dood veel grilliger aanwezig was in de wereld. In onze tijd en cultuur wordt het leven als veel minder onzeker ervaren. Hoe zit het dan met de hand van God en hoe zit het met de eindigheid van ons bestaan? Langere levens, technische middelen om levens te verlengen en toenemen. De mogelijkheden ook om ernstige ziekten te beheersen of in ieder geval meer te beheersen. Die hebben de onzekerheid voor een groot deel uit onze levens verbannen. En heel anders was dat dus in de eeuwen hiervoor. Waar mensen in alle lagen van de bevolking op allerlei momenten heel onverwachts geconfronteerd werden met de dood. En dat heeft, ja, misschien grappig genoeg, ook wel iets heel paradoxaals. Want wanneer het leven minder onzeker is, vinden we het blijkbaar moeilijker om met onzekerheid om te gaan. Onze tijd wordt gekenmerkt door autonomie, door maakbaarheid, door lichaamsgerichtheid, door individualiteit en daarmee ook eenzaamheid. De belangrijkste reden, dat zijn er meerdere, maar ik noem er twee, daar heb ik nog even opgezocht, waarom mensen hun leven voltooid achten, hebben jullie het eerder ook over gehad, hoorde ik net nog. De belangrijkste reden waarom mensen hun leven voltooid achten, die kenmerken zich onder andere in een gevoel van eenzaamheid en een gevoel de ander niet tot last willen zijn. Laat mij nou maar gewoon eruit stappen, want stel je voor dat ik de ander tot last ben. Of nog erger, stel je voor dat ik op een plek de laatste momenten van mijn leven door moet brengen, waarvan ik weet dat de buurt er eigenlijk op tegen was. Wanneer we naar de geschiedenis kijken, zien we dat bijvoorbeeld in een tijd als de middeleeuwen mensen vrijwel nooit alleen stierven. Vrijwel nooit. De kerk uiteraard wist zich in het bijzonder geroepen om mensen te begeleiden bij sterven. Maar ook vele anderen zagen dit als hun taak. En in de middeleeuwen bestonden er bijzonder genoeg al boeken over de voorbereiding op de dood. Die zelfs in de landstaal of in de taal die op een plek eigen was, vertaald werden en gepubliceerd werden. Met het idee dat wanneer er zoiets als de pest uitbrak en er te weinig geestelijken waren om mensen te begeleiden bij de dood, dat gewone burgers dat ook konden doen, leken. En ik denk dat wij daar in deze tijd nog veel van kunnen leren, van die middeleeuwen. Dat klinkt gek misschien, dat is het misschien ook wel. Maar toch is het zo. Want ik weet namelijk ook zeker dat dat in een sterke behoefte voorziet. En niet alleen vanuit de kerk, maar zeker ook vanuit de samenleving. Samenleving. Samen leven. En wat zou het mooi zijn, zeg ik, als we de dood daar ook onderdeel van mogen laten zijn. En helaas is die werkelijkheid
vandaag de dag nog vaak anders. En sterven er toch nog steeds veel mensen eenzaam. Ook omdat zij elk gesprek over de dood uit de weg gaan. En ik denk dat ik dat vanavond ook wel kan zeggen, dat wij de kunst van het sterven opnieuw moeten leren. Dat klinkt misschien heel gek, maar de kunst van het sterven gaat over het leren delen van onze gevoelens. Over de manier waarop wij ons voorbereiden op onze eigen dood. En het besef ook dat dat juist voor de verwerking van anderen van groot belang is. En het gaat ook over het feit dat alleen een besef van eindigheid helpt om goed te kunnen leven, zei hij net ook al zo mooi. En mijn hoop, dames en heren, is dat we in ons land, in onze cultuur, in onze westerse cultuur, de dood wat meer uit die taboesfeer halen. En avonden als deze, ik zei het net van tevoren tegen André, een paar vrienden van mij die stuurden mij een appje van met deze flyer. Leuk onderwerp voor je vrijdagavond. Toch? Ja, is ook wel zo. Maar toch, avonden als deze dragen daar wel aan bij. Haal die dood ook een beetje uit de taboesfeer. Leer ook weer om erover te praten. Om het een plek te geven. Want het hoort bij het leven. En een initiatief, en ik ben daar ook wel heel dankbaar voor dat we dat in onze gemeente hebben. Zo'n hospice. Ik vind het zo mooi dat dat er is. En ik heb daar zelf ook recent nog een bijzondere ervaring mee gehad. En ik ben heel dankbaar dat dat voor de mensen die daar terecht kunnen, ook voor de nabestaanden, voor de familie, dat je ook op een bepaalde manier ontzorgd wordt. Maar vooral ook dat mensen niet in eenzaamheid dit door hoeven te maken. Dames en heren, het mysterie van de dood zullen we niet oplossen. Gaan we vanavond ook zeker niet doen. Maar mijn hoop is dat niemand meer alleen en in eenzaamheid hoeft te sterven. En als het goed vindt, sluit ik nog af met een mooi gedicht. Wat ik zelf ook wel eens gebruik als ik voor mag gaan in kerkdiensten. Is niet van mezelf overigens. Maar ik vond hem wel passend bij vanavond. En die begint zoals een goed verhaal hoort te beginnen met: er was eens. Er was eens een tweeling. En die tweeling die zat nog in de baarmoeder van een mooie vrouw. En deze twee kleine baby's die samen die baarmoeder deelden, die zaten zo af en toe diep met elkaar in gesprek. In gesprek over belangrijke thema's. Heel belangrijk. Luister mij even mee. Geloof jij eigenlijk in een leven na de geboorte? Vroeg de een. Ja, zeker. Ja, dat is er. Ons leven hier is enkel bedoeld om te groeien en te ontwikkelen, zodat we ons op het bestaan na de geboorte kunnen voorbereiden en sterk genoeg zullen zijn voor dat bestaan. Nonsens, dat bestaat toch niet? Hoe moet dat er überhaupt uitzien, zo'n leven na de geboorte? Nou ja, dat weet ik ook niet precies. Maar ik denk dat het veel lichter en helderder zal zijn dan hier. En misschien zullen we rond kunnen lopen en met onze mond kunnen eten. Met onze mond kunnen eten, wat een onzin. En rondlopen, dat gaat toch helemaal niet? Wat een raar idee. We hebben toch de navelstreng die ons voedt. En bovendien gaat rondlopen daarom ook al helemaal niet, want de navelstreng is nu al vaak veel te kort. Toch, zegt de ander weer, toch weet ik zeker dat het kan. Het is allemaal alleen een beetje anders dan hier. Ook al weet ik niet precies hoe het leven na de geboorte eruit ziet, we zullen dan in ieder geval onze moeder zien. En zij zal voor ons zorgen. Moeder? Jij gelooft in een moeder? Waar is ze dan? Nou, hier, overal om ons heen. Wij zijn en bestaan in haar en door haar. Zonder haar konden we überhaupt niet bestaan. Onzin. Van een moeder heb ik nog nooit iets gemerkt of gezien. Dus bestaat ze ook niet. Ja. En toch, zegt de ander, toch, soms als we heel stil zijn,
kun je haar voor ons horen zingen. Of voelen hoe ze onze wereld streelt. Maar ja, zeker weten doe ik het ook allemaal niet. Er is tenslotte nog nooit iemand teruggekomen. Mooi, dankjewel. Je bent ook echt gewoon een dominee, hè? Nou, dat vond ik wel. Toen je zat te praten, toen dacht ik... Ik mag zeggen, op huisbezoek bij een oude dame in de gemeente Nieuwkoop. En haar man was op een hele tragische wijze overleden. Was de uitvaart geweest en... Na een paar weken belde ik op om langs te komen en toen was ik bij haar. En toen zei ze, vorige week was de burgemeester bij mij op bezoek. En toen dacht ik, oh ja. Toen dacht ik echt, ja, dat is de pastoor. Maar ook de burgervader, een hele oude dame. En dan is de burgervader van 30 op bezoek geweest om haar te steunen en te troosten. En ik kwam een weekje later. Ging vaker vroeger zo, hè. Wie was de eerder, de dominee of de pastoor? Maar heel mooi, en dat waardeer ik zeer. Denk ik, kan ik ook gewoon blij zijn dat ik je ken en dat jij ook onze burgemeester bent. We gaan weer luisteren naar mooie muziek door Hiba en Peter. Mensen die we missen. Ja, wij hebben een iets zwaarder nummertje gekozen. Maar ik heb zelf nog niet echt meegemaakt dat er een dierbaar is overleden in mijn omgeving. Of tenminste niet van heel dichtbij. Maar ik kan me wel voorstellen dat het pijn doet. En dit lied gaat erover, maar ook over de hoop dat God ons kent. En ook de namen van de mensen die we missen. God, u kent de namen van de mensen die we missen. Geliefden die nog steeds met ons verweven zijn. Wij voelen hier de leegte, zij rusten in uw vrede. God, u bent de vader van de mensen uit de tijd. God, u kent de namen van de mensen die we missen. Geliefden die zo hoorden bij ons leven elke dag. Wij zien de lege stoelen, zij zitten aan uw tafel. God, u bent de vader van de mensen in ons hart. Troost ons, Heer, wees ons nabij. Laat ons in uw armen vrede vinden. Draag ons, Heer, en koester ons. Als we denken aan de mensen die we missen. God, u kent de namen van de mensen die we missen. We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn. We danken voor hun leven, we komen hen weer tegen. God, u bent de vader van het leven voor altijd. Troost ons, Heer, wees ons nabij. Laat ons in uw armen vrede vinden. Draag ons, Heer, en koester ons. Als we denken aan de mensen die we missen. Wie huilt er onze tranen, Christus, Hij alleen.
Christus, Hij alleen. Wie heeft ons leed gedragen? Wie heeft de dood verslagen? Wie brengt ons weer samen? Christus, Hij alleen. Troost ons, Heer, wees ons nabij. Laat ons in uw armen vrede vinden. Draag ons, Heer. Koester ons als we denken aan de mensen die we missen. Ik wil eindigen met een gebed, maar ook gekoppeld aan de Bijbel. In het Johannes-evangelie staat een tekst die we vaak lezen bij uitvaarten. Niet omdat we niks anders weten, maar het is zo enorm rakend. En waarin Jezus ook iets van het mysterie mag oplichten. Als Jezus zegt tegen de mensen: jullie moeten niet bang zijn. Geloof in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader is ruimte voor velen. Waren dit niet zo, dan zou ik het hebben gezegd, want ik ga heen om een plaats voor jullie te bereiden. En als ik ben heen gegaan en een plaats voor jullie heb bereid, kom ik terug om jullie op te nemen bij mij, zodat ook jullie zijn waar ik ben. Ik ga heen en jullie weten waar ik naartoe ga. De weg kennen jullie. En Thomas zei tot hem: Heer, we weten niet waar gij naartoe gaat. Hoe moeten wij dan de weg kennen? Jezus zei tegen hem: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader, tenzij door mij. Eeuwige God, dank u voor deze avond waarin we veel mochten horen. Getuigenissen over het leven, over het sterven. En ook met het zicht op u, op het grote mysterie, op uw koninkrijk, waar wij geen weet van hebben hier op aarde. En voor sommige mensen is het ook soms te mooi om waar te zijn. Maar uw Zoon Jezus heeft in woord en in daad laten zien dat u waar en waarachtig bent, en ook het koninkrijk. En daarom bidden wij, geef ons kracht, sterkte en troost als we de nacht ingaan en weer wakker gaan worden. En dat ook wij de eenzaamheid doorbreken. Dat wij ook oog en oor hebben voor elkaar, voor de noden, voor de zieken en ook voor de stervenden. Goede God, zegen ook het werk van de hospice. Zegen de burgerlijke gemeente, de burgemeester en de wethouders en de raadsleden. Zegen de kerken die hier samenkomen in heel de gemeente. Wees zo bij ons. En al onze gebeden, onze gedachten en gevoelens brengen wij bij u, God, als wij uitspreken de woorden die Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.